Dames en heren, de club gaat op de schop. Zoals je weet heb ik in de afgelopen video Ronaldo gepakt. En natuurlijk wil ik hem ook in mijn team krijgen. Ik had alleen niet veel coins. Ik besloot daarom dus om een aantal dingen te verkopen om zo dus aan een bedrag te komen van 300k, waarbij je nog een aantal pakketjes moet openen. Er kwam namelijk een heel goede Fut Freeze SBC uit in de vorm van Matteo Politano. Een spits in plaats van een rechtsmidden ik algemeen met geweldige stats, 4 ster skills en 4 ster Weak foot. Politano met zijn linkerbeen. Was daarom perfect in tandem met Ronaldo, die natuurlijk rechts is. Dus had ik in de 4-2-2-2 een linksbenige spits en een rechtsbenige spits aan beide kanten. Ik kon de Politano SBC gratis doen met allemaal untradables in mijn club. Alleen ik moest daarom dus een teampje gaan maken die iets anders is dan mijn hybrid van de Premier League en de La Liga. Ik moest dus nu gaan naar de, uh, een combinatie van de Serie A, de Premier League, omdat ik Joe Gomez natuurlijk een tradable heb. En de La Liga, omdat Faran en Mandy de beste spelers in de game zijn. Ik heb dus nu bij Team of the Week, omdat ik goud 3 heb gehaald, kans op 2 van deze kaarten. Ik wil eigenlijk Lozano. Die krijgt namelijk een perfecte link of een goede link met Politano. Die zou dus mooi in mijn team passen. Bamba is ook een heel fijne speler om te krijgen als backuppie, eh, als wissel. En jo Jamie Vardy is natuurlijk de grote speler in dit Team of the Week. Ik moet dus steeds een aantal kaarten kopen. Ik hoop dus uit de 16 pakketjes, wat een combinatie is van Marky Matchups, Fries uitdagingen en weekendleak gewassen, ik daaruit iets goeds krijg. We krijgen hier... Als playerpick Ginter, 24 algemeen, dat is mooi. Maar ik doe dit niet voor de playerpicks. Ik doe het vooral voor de uh, tradable pakketjes. Waar ik hopelijk wat coins uit krijg. Om daarmee de laatste toevoegingen met team te doen. We krijgen hier dus Martinez en Zeleiran. Helaas uh, geen Lozano. Maar dat was op zich niet zo'n een heel grote verrassing omdat de, de, de playerpacks nooit zo goed zijn. Een combinatie dus van slechte packs. De goudspelerspacks gaan we namelijk zo doorheen. En een paar betere packs. Een 50k pack, een paar zelfs met mega packs. Maar eerst deze uh, mindere pakketjes waar we uh, nu snel in een vogelvlucht heen gaan. Op dit moment kom ik net coins tekort om alles te kopen wat ik wil kopen. Dus moet ik proberen om iedere speler voor zoveel mogelijk te verkopen. Hier dus de barns van 1.2k in plaats van de 300 die ik zou krijgen als dus ik hem zou discarden. Uh, en ze gaan me eigenlijk uh, letterlijk iedere speler af. Het is natuurlijk ook fijn als we minimaal één wildcard gaan packen in deze video, want dan krijg ik helemaal coins. Maar ja, Pacao Cacer ga ik niet heel veel mee verdienen. Dan nu een zelfs mijn spelerspack. Je ziet hier ook dat ik een totaal van 6 megapacks heb en 2 zelfs mijn megapacks. Dus van nu hebben we alleen maar goede pakketjes, uh, waaruit de kans dus aanwezig is dat we goede spelers krijgen. Maar ja, ik heb laatst Ronaldo gepackt. Ik ga er niet vanuit dat ik in de komende uh, tijd ooit nog een goede kaart ga packen. Maar een InformPie zoals we hier dus krijgen is ook mooi meegenomen. Is toch weer 10k extra. Want ik kan letterlijk alles goed gebruiken. Een spits van Empoli. Of Empoli, ik weet niet waar de nadruk op ligt. Een Mancuso. Je gaat mooi de discard. Val verder dan vervolgens. Die zal vast wel wat waarschijnlijk dus We zien. Gewoon 5k. En dit zijn dus die kaartjes die wij nodig hebben. We krijgen hier pie. Dat is wel lekker. Ik weet alleen niet of het packie tradable of untradable is. Maar ik moet nu met de coins die ik krijg. Moet ik uiteindelijk een Icon Sentiment halen? Ik wilde. Dit is trouwens een tradable pack. Dat is wel lekker. Want deze kaarten gaan allemaal voor aardig wat coins. Um, ik wil dus uiteindelijk Gattuso halen. Dat klinkt een beetje dom. Maar die linkt heel lekker met Politano. Of direct de directe link. En ik moet dus een verbinding maken tussen de La Liga. En ook de Serie A. Maar ik kan ook voor Guardiola gaan. Guardiola is 100k goedkoper. Dan krijg ik geen directe link met Politano. En dus moet ik kiezen: of ik speel met één iemand op minder chemistry. Of ik moet de 100k extra uitgeven. En daarop op andere posities wat coins besparen. We krijgen hier een walkout. Oké, okay, uit het megapack komt een walkout. Het is er wel van de Champions League. Portugese vlag. Krijg krijgt weer Ronaldo. Dat was helemaal ziek geweest. Uh, maar helaas mag het niet zo zijn. Mijn hart ging wel even tekeer, man. Na <laughs> de volgende keer vertrouw ik nooit meer die Portugese walkouts. Maar dit keer is het Guerrero. Sowieso was het pack tradable geweest. Dus Stel dat ik Ronaldo had gepakt had ik hem moeten discarden. Dat was ja, wel leuk geweest voor de video. Maar gelukkig is het Guerrero die ik gewoon naar de club kan sturen. Opnieuw een walkout uit het megapack. En dit keer een normale walkout. Ik wil eigenlijk een freeze. Een fut freeze spelen. We krijgen de Spaanse vlag linksachter. Dat wordt Jody Alba. En dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Het packje is daarentegen wel een tradable. Maar Jody Alba is eventueel goed om een hardware mee te maken. Ja, we krijgen dus Jody Alba. Verder is het pakketje niet heel bijzonder. Maar ik heb ook al een tijd geen speler gepackt uit een promo. Ik wil een keer een promo kaart pakken. Helemaal untradable. tradable. Dat is dan namelijk heel veel coins. We krijgen nu wel uit het megapack... Dit keer geen walkout. Maar op zich waren deze megapacks niet slecht. Twee walkouts gekregen. En hebben daarna nog vijf packies die volgens mij allemaal tradable zijn. Ik vergis me. Ik heb natuurlijk nog twee zelfs maar megapacks. Uit de eerste geen walkout. Kijken of de tweede wat beter is. Hier wel een Infompi. We krijgen de Braziliaanse vlag. Maar omdat het geen walkout is, is het niet heel bijzonder. Maar we krijgen wel Anthony. Dus dat is ik. Toch een Eredivisie speler. Nadat hij toch een best prima potje had gespeeld. Leuk verhaaltje. Ik had Anthony dus altijd in mijn Scorito-team. Je fantasy eredivisie team die je kan maken via Scorito. Uh, ik heb hem toen net voor het einde van de transferperiode uit mijn team gehaald. En ik heb hem vervangen met Girano Kerk. Girano Kerk doet nu letterlijk niks voor Utrecht. En uh, Anthony scoort bijna iedere wedstrijd of geeft een assist. Pijnlijke puntjes. Dan krijg je wel een infompie. En uh, dat is toch lekkerder dan mijn Scorito-score, want ik ga toch niet meer winnen. We krijgen hier dus een rechtsachter, Roemeense rechtsachter. Waar ik nog nooit van gehoord heb. De laatste twee pakketjes zijn daarentegen een stukje minder. We krijgen hier dan bal los. Maar dit is allemaal wel tradable. Dit gaat dus allemaal mooi naar de discard. Ik kan er waarschijnlijk wel meer voor vangen. Maar ik denk dat ik al genoeg coins heb als ik dadelijk alles verkoop met transferlijst. Uiteindelijk geen fut Freeze kaart gepakt, Maar ik heb nu al 354k. En ik moet nog een aantal dingen verkopen. Ik ga dus even al die dingen verkopen. Kijken op hoeveel coins ik uitkom. En dan ga ik maar eens de upgrades aan mijn team doen. Want ik moet namelijk toch nog wel aardig wat coins investeren. Toen ik net vol trots aan het vertellen was dat ik alles wel zou halen met de spelers die ik momenteel op de transfer. Staan, was ik uh, keihard aan het liegen? Ik moest aardig wat spelers van mijn club verkopen, maar ik heb nu nog 8,2k over. Ik heb de helft van mijn club verkocht, maar ik heb nog wel genoeg om een paar van de upgrade packs te doen van de FUT Freeze Promo en mijn teampie is enigszins compleet. Ik moest de dus gaan voor Guardiola in plaats van Gattuso. Als ik namelijk Gattuso haal, kan ik dit zo omgooien, dan krijgt hij een directe link met Politano en dan heb ik uiteindelijk alleen maar Sterling niet op full cam. Ik kan dus ook nog uiteindelijk in van Lozano halen, want dan krijgt ook nog iedereen op volledige chemistry. Dus uh, ik heb er genoeg te doen. Het hoofddoel is om nu voldoende coins te krijgen om Catuso te halen in plaats van Guardiola. En een upgrade te fixen van Lan. Eden Hazard blijft nog steeds een speler waar heel veel overheen gekeken wordt. Maar hij scoort voor heel veel mensen heel veel doelpunten. Ik ben dus heel benieuwd hoe hij speelt. Hij moet Ousmane Dembele vervangen. Dus dat is niet zomaar gedaan. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar Politano. Geweldige kaart voor 150k. Viestere skills, viestere weak foot. 1 meter 71 met geweldige passing, dribbling. En shooting met pace geüpgraded door de Hunter Camstal. Het enige probleem is zijn 50 kracht. Als jij een keer op hem tuft, dan vliegt hij omver. Dat is wat minder. Maar we gaan kijken in game hoe hij speelt in de spits met Cristiano Ronaldo op 8 Chemistry. We gaan de 4-2-2-2 in met Ronaldo Politano. De spits. Sterling. En hij achter met Guardiola en Nan op verdedigend. Mid. De bekkenformatie 4-1, 2-2 ziet er als volgt uit. En we gaan eens kijken in de Foot Champions Weekend League of wij kunnen winnen met dit teampie. We hebben 5 seconden voor mijn tegenstander. Hij heeft een goed team. Dat is de conclusie. Uh, ja, dit wordt best een uitdaging. Guardiola is natuurlijk misschien wat balvaster dan Alan. Maar hij is wel een heel stuk minder handig. Mijn verdedigend midden zijn er wat op achteruit gegaan. Totdat ik uh, geld heb voor upgrades. Maar Walker heeft nu wel weer. Een heel goede positie op rechtsback. Politano en Ronaldo. Dit wordt dan de tandem voor de rest van de weekendleague. Politano met de paas. Ik weet niet of dit buitenspel is of niet. We schieten maar gewoon keihard erin. Want het is geen buitenspel. En het is wel Ronaldo die iedere bal erin schiet. Ronaldo, paasje, Politano. Die kan hem meteen zijn skills laten zien. Schiet hem erin, uiteraard. En ik zei net al, dit wordt de tandem voor 30 potjes. Waarin ik hopelijk een lead ga halen. Hazard wil ook even zijn gram halen. Daar komt Politano in het midden Wacht op de paas die we kunnen geven met Hazard. Die komt hier, kom maar Politano. En dat is het tweede doelpunt. 1-2'tjes. Politano, paas op Ronaldo. Dit moet weer een doelpunt zijn. Komt u maar. We gaan deze wedstrijd niet verliezen. De laatste minuten waren uiteindelijk niet zo heel spannend. Politano had nog wel een hettrikken gescoord, kreeg kregen ze verdiende 10. Ronaldo met de twee andere goals. Uh, de enige minpunten is. Ik mis wel Rashford. Toch wel een verschil, Politano of Rashford. Rashford is toch iets meer meta met zijn 50 skill skillmoes ook. En daarnaast wordt Guardiola redelijk snel moe. Heeft niet de beste stamina. Dus des te meer redenen om te gaan upgraden. Na zo en ik de coins heb. Mijn tweede tegenstander heeft ook een prima teampie. Niet heel veel van gezien, maar het zag er best goed uit. De tweede helft gaat een stuk stugger. Ik kan weinig creëren. Ronaldo en Politaan lopen niet echt heel erg vrij. We gaan dus doen de 4-1-2-1-2. Kijken of we hier wat meer kunnen forceren. Want ja, dit is een best lastige pot. We moeten het hebben van een geluksmomentje. Van één van de twee die een fout maakt. En uh, ja, bij mij is dus dit zo'n fout. En dit is precies wat ik zei. Dit is de enige manier waarop ik ga scoren. Als hij een fout maakt. Of ik krijg een doel als hij een fout maakt. Ronaldo, komt u maar. We hebben hier weer even één moment nodig. Hier, hazard. En dit kan hem worden als we nu heel even rustig afwachten op die paas. Zoals hier, op Politano, die dan net te zacht is. Eigenlijk moet ik gewoon de wedstrijd nu een beetje doodspelen. Want ik zie wel dat ik niet heel veel meer ga creëren. Tenzij hij dus heel stom gaat spelen. Zoals hier, Politano. Maar ik denk dat ik beter de wedstrijd nu kan uitspelen. En want hier komt namelijk zo'n moment. En dan zie je het al: direct als ik het die de 1-1 voorzet, waar ik gewoon niet kan dekken. En het wordt een uh, heel lastige wedstrijd, vrees ik. Tenzij hier Ronaldo komt. En Ronaldo kan heel goed schieten. Dat heb je misschien wel eens een keer gezien. Want uh, hij doet het hier gewoon. Politano links, Ronaldo rechts. En dan komt hij hier uiteindelijk bij Politano. Maar die is te zwak om de bal bij zich te houden. Een zwaar bevochten overwinning. Maar Ronaldo bracht het verschil. Het team is er dus zeker niet feilloos. Ik merk wel een groot verschil. Vooral een verdedigend opzicht met mijn vorige team. Waardoor het denk ik nog steeds niet mijn team wordt. Waarmee ik nog de komende maanden ga spelen. Ik moet dus nog een beetje gaan rondspelen met wat ik nou precies wil vervangen. Want ik heb een paar goede punten, een paar mindere punten. Dus uh, ja, het wordt puzzelen geblazen. Maar goed, voor nu zijn twee overwinningen een prima uitgangspositie. Pluspunten dus, Hazard heel erg goed. Nainggolan pakt alles op. kan niet wachten om zijn upgrade te pakken. Politano een klein beetje stroef. Ik moet er misschien een beetje aan hem wennen. Het vertekent wat hij drie goals en drie assists heeft gegeven. Want ik vond hem in game toch een stuk minder goed dribbelen dan ik had gehoopt. Uh, we gaan dus kijken, misschien een andere chemistrystal op hem. Dat de afmaken beter werkt. Dan de jager. Ik kan namelijk, naar mijn idee, meer uit, uit hem halen dan dat ik nu uit hem haal. Maar Ronaldo is echt fantastisch. Zes wedstrijden, 11 goals, 2 assists. Geweldige speler. Sterling moet nog een vervanging voor. En Guardiola moet ook zo snel mogelijk mijn team uit. Voor nu zijn we wel aangekomen met het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. We gaan dus uiteindelijk nog een paar upgrade packs van de Fut Freeze promo. Nog een paar upgrade packs. En een andere herhaalbare SBC. Waardoor we dus het team proberen te upgraden in de aankomende video. Voor nu. Wil ik jullie graag bedanken voor het kijken? Je kan ergens op je scherm een andere video van mij zien van FIFA 21 Ultimate Team. Klik daar lekker op. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij een van mijn volgende video's. En tot die tijd. Zeg ik later mensen.